Glenn, tot slot. Ja. Hemelvalt. Was onze vraag aan jou. Ja, we hebben hier zoveel fanfare gemaakt met jou en je vrienden. Maar dit is klein, klein, klein. Met een heel mooi nummer, vind ik. Een nummer wat misschien ook wel een beetje past bij de tijd waarin we leven, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ik vind het erg passend en heel erg mooi om dat nog mee te kunnen geven. Samen met Mano ook. Mijn favoriete boek van mijn favoriete schrijver, Rodin Algalidi. Hij heeft mij geïnspireerd om wat ruimer en wat fantasierijker en met de onderbuik te schrijven. Dus Bloesemtocht, vergeet hem zeker niet. Ja. En nu helemaal valt. Dankjewel. Wat zijn woorden opgeschreven als de kernen van die wordt begrepen? Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn, hoe anders zou het zijn. Ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenend. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach. Als ik dat niet had, was ik depri of suicidaal. Ze zeggen, doe normaal voor man jezelf. Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel. Maar goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me. Alles is er al van binnen. Als de hemel valt, hemel valt. Druk op God wordt groter en zij draagt het allemaal. Als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn God, zeg maar waarom mensen zonde blijven verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden. Niet in jou of een zogeheten duivel. Zeg, hoe is het nou zo'n multispagaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles. Beetje zoals mijn eigen mama. Zij is te goed voor deze wereld. We willen meer, plus door de crisis is iedereen skeer. En dan de eeuwige strijd. Klopt, drama aan de deuren is in ieder van de partij. En ja, we willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Liefde, liefde, hoe zou het zijn? Even een break, telekinetisch of met de trein. Pootje baden in het universum, modderbad, verse koffie en de ochtendkrant. Als de hemel valt, hemel valt. De druk op God wordt groter en zij draagt het allemaal. Als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Als de hemel valt, druk op God wordt groter en zij draagt het allemaal. Als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg.